Brand is ook een biermerk. En waar ik vandaan kom, is dat een heel goed biermerk. Maar dat zien we later vanmiddag wellicht. Zoals gezegd, ik moet helaas Jos Engelen excuseren. Soms zijn er op het laatste moment nog belangrijker zaken dan de Surfnet relatiedagen. En dat deed zich dus vandaag voor. Zoals gezegd, Ron Dekker, lid van de Algemeen Directie NWO, bestuurslid van Surf. En ik wil graag vanuit mijn eigen perspectief een korte beschouwing geven op de ICT-ontwikkeling op het gebied van innovatieve netwerken en samenwerkingsinfrastructuren. De titel van de voordracht heb ik hetzelfde gehouden. In welke hogere versnelling brengt Gigaport ons? Mijn vraag aan u is, heeft u al een versnellingsverschil gemerkt? Misschien wel als u betrokken bent bij Gigaport 3. Of misschien niet letterlijk. Maar gaat uw hart wel sneller kloppen bij ICT-innovatie en het nut wat dat heeft voor het onderwijs en onderzoek in het WO, HBO en MBO? Nederland heeft een uitstekende ICT-infrastructuur. En in de afgelopen jaren is veel geïnvesteerd om op dat niveau te komen. En dat moeten we ook naar de toekomst toe vooral blijven doen. Maar we zijn ook Nederlanders, we zijn handige kooplieden. Dus we willen ook graag voor zo weinig mogelijk geld zo hoog mogelijk rijken. Dat is het spanningsveld waarin we zitten. Ja, we moeten investeren en we moeten dat slim doen. Ik wil daarbij positief terugkijken en wijzen op de gezamenlijke inspanning die we, NWO, Surf, de instellingen hebben gedaan om in ieder geval een structureel perspectief te krijgen op innovatiemiddelen. In de afgelopen jaren zijn we erin geslaagd om met hulp van OCW, maar ook de instellingen, NWO en ook EZ, om toch structurele of vrijwel structurele middelen te verkrijgen. En dan gaat het toch om 30 miljoen per jaar. En er is dus toegewerkt naar die samenwerking. Erwin noemde dat al. Er zijn nieuwe initiatieven gestart. Het e-Science Center werd daar genoemd. Maar ook de bestaande surforganisaties hebben een hoog innovatief vermogen getoond. En het is van belang dat we die innovatiegelden ook gaan en blijven inzetten op die innovaties. Is 30 miljoen genoeg? Als ik naar jullie in de zaal kijk en de reputatie van Surf kennende, proef ik een honger naar meer. Maar vanuit die koopmansgeest is er toch ook weer die behoefte aan optimaliseren en efficiëntie. Kunnen we niet nog beter en slimmer samenwerken? En die roep om samenwerking, dat zien we ook in de wetenschap. En ook in het HBO. En ook in het MBO. Vanuit innovaties zien we tal van toepassingen ontstaan en die soms ook breder reiken dan Surf zelf, dan de Surf-doelgroep zelf. En dat is goed, want het laat zien dat die ideeën die we hadden, die Surf had, dat die goed aankomen, dat die goed geland zijn. Om te kunnen samenwerken heb je infrastructuur nodig, die het mogelijk maakt voor partijen om überhaupt met elkaar te kunnen samenwerken, om met elkaar te kunnen communiceren. Dat is begonnen als netwerkinfrastructuur, maar Surfnet heeft dat doorontwikkeld naar samenwerkingsinfrastructuren. En dat is niet alleen voor dat handjevol specialisten of de heavy users. Steeds meer zullen ook bredere groepen van early en misschien not so early followers gebruik gaan maken van die samenwerkingsinfrastructuren. En die willen anders bediend worden. Makkelijker, meer gebruikersgemak, misschien iets meer gestandardiseerd, maar het is een groep die bediend wil worden. Ik merk dat zelf ook. Als ik weer eens op een ministerie kom, dan moet ik naar een aparte verdieping met mijn rijbewijs en dan moet ik daar een legitimatie en dan krijg ik voor 24 uur weer toegang tot het internet in dat gebouw. Ben ik weg, is die verbinding weer kwijt. En ik las op Twitter dat Eduroam op de vliegvelden
EDROM gaat toepassen. En dat is misschien handig voor Erik Huizer als hij weer eens ver weg is, maar ik wil dat ook. Ik wil dat op de stations, ik wil dat in de trein. En ik weet dat het niet aan Surfnet ligt, maar waarom kunnen wij dat hier in Nederland ook niet? En dan kijk ik toch naar Surfnet. Ik wil dat Surfnet die zaken voor mij op de achtergrond regelt. En dat mijn slimme telefoon ook een slimme telefoon wordt. En die zaken regelt, die verbinding legt, nog voordat ik dat zelf moet regelen. Dat wil ik als not so early follower, maar ik wil dat. Ik heb die behoefte en dat is denk ik een van de trends die eraan zitten te komen. Veel bredere groepen die gebruik gaan maken van die infrastructuren. Terug naar die samenwerking. Dat houdt niet op aan de grens. Samenwerking gaat wereldwijd. Dat is in de wetenschap zo. En Surfnet weet dat als geen ander. En onze gebruikers, de surfgebruikers, die profiteren daar ook van. Zoals Erwin al zei, ik heb afgelopen jaar in de keuken van Surf en Surfnet mogen kijken. En ook de andere werkmaatschappijen. Ik heb daar tal van projecten, tal van innovatieprojecten gezien. En ook projecten waar wij als gebruikers weinig van merken. En dan denk ik aan het afslaan van cyberaanvallen, de authenticatie. Dingen die voor ons eigenlijk heel normaal zijn. Maar je moet eigenlijk toch eens in die coulissen kijken om te zien wat daarvoor nodig is. En ja, ik ga dadelijk inzoomen op Gigaport en SurfWorks. Maar ik denk ook die andere innovatieve projecten, die verdienen het ook om in de schijnwerpers te staan. Zoals gezegd, focussend op SurfWorks Gigaport. Surfnet heeft zich daarmee uitstekend op de kaart gezet. En misschien heeft Surfnet Nederland daarmee wel goed op de kaart gezet. Gigaport versterkt de leidende positie van het Surfnet-netwerk. En een belangrijke beweging die ik daarbij zie is het verbinden. Het integreren. Ook in de kolom. Het gaat meer en meer om samenwerking en raakt meer en meer de inhoud. Dus ook de primaire processen van het onderwijs en het onderzoek. En waarbij, zoals gezegd, niet alleen de specialisten en de heavy users zich melden, maar steeds meer brede groepen bereikt en ook bediend willen worden. Afsluitend, ik ben heel benieuwd waar wij over 4 jaar staan. Is dat een extrapolatie van meer en beter en slimmer? Vast wel. Maar ik zou ook wel verrast willen worden, positief wel te verstaan. En over 4 jaar merken dat die samenwerking er heel anders uitziet dan we nu kunnen bedenken. En misschien kan de volgende spreker een tip van de sluier oplichten. Hoe Gigaport het qua evaluatie heeft gedaan. Maar ook hoe netwerk- en samenwerkingsinfrastructuren elders worden aangepakt. Want hoe het ook zij... We blijven Nederlanders, we blijven ook kooplieden en we willen ook graag zien hoe andere landen dit aanpakken. Ik dank u voor de aandacht.